Dit is Flevoland van zondag 25 november. Ruim 2000 mensen kwamen vandaag naar het ziekenhuis in Lelystad om actie te voeren voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis. En dat is een ziekenhuis met volledige spoedeisende hulp, met bedden en met acute verloskunde. Op 25 oktober werden de MC-ziekenhuizen, waaronder Lelystad en vestigingen in Dronten, Emmeloord en Urk, failliet verklaard. Na onderhandelingen met verschillende partijen bleef uiteindelijk Sint-Jansdal uit Harderwijk over als enige overnamekandidaat. Het gevolg van die overname is wel dat de spoedeisende hulp en acute verloskunde verdwijnt in Lelystad. Hiermee verliest het ziekenhuis veel personeel, kennis en operatiekamers. Voor de demonstranten is dit onverteerbaar. Weet u waar we heen moeten? We zijn radeloos. Ik kan helemaal niet bevallen. Het is schandalig. En over 3 weken komt het al zo rond 25 december. Ik heb een slapeloze nacht ervan. Ja, het is, je moet toch ergens naartoe kunnen. En wij zijn afhankelijk van het scootmobiel. Kan je niet even zeggen, ga naar de wijk. Een hoofdstad zonder ziekenhuis kan niet. Dat is net als Amsterdamse grachten zonder water. Kan ook niet. Nee. Dus ik hoop dat alles gewoon goed komt. En dat de minister of het Zilveren Kruis of wie dan ook menselijker gaan denken. Fantastisch dat we hier met zoveel mensen staan. Zoveel mensen die ons ziekenhuis in hun hart dragen. De afgelopen weken hebben we de onttakeling van dit ziekenhuis, ons ziekenhuis, hierachter meegemaakt. En wat eerst bedrijvige gangen waren waar zorg verleend werd, zijn nu een soort spookgangen geworden. En 's avonds, 's nachts, gaat hier, ook in een nieuwe situatie, het licht uit. Hoe vaak heb ik hier al gezeten? Hoeveel uren heb ik hier gewacht? Hoeveel stappen heb ik gezet? Hoeveel tranen heb ik hier gelaten? Ze zijn ontelbaar geworden in 25 jaar dat ik hier al kom. Aan het einde van het protest werd het MC Zuiderzee in Lelystad letterlijk omarmd door de demonstranten, in de hoop dat er nog iets goeds uitkomt. De organisatie van het protest hoopt dat minister van Zorg, Bruno Bruins, het signaal van de demonstranten oppakt. Ze willen dat hij alsnog probeert om de spoedeisende hulp en acute verloskunde voor Lelystad te behouden.